Welkom iedereen. Het is tijd voor een nieuwe opleiding. Dit keer, dat is de derde in de serie, gaat het vooral communicatie zijn. Dus hoe maak ik brieven, hoe maak ik mails, hoe kan ik daar zoveel mogelijk tijd in uitsparen en zoveel mogelijk dingen automatisch invullen. Hetzelfde dus voor mails ook. We gaan misschien, als we tijd hebben, een stukje etiketjes en zo ook allemaal doen. En dan is er ook een stuk planning maken, de offertes maken en hoe dat je die dan direct kunt eigenlijk in uw dentadmin uitprinten, doormailen, eventueel aanpassingen aandoen en zo verder enzovoort. En ook hoe dat je die dan in de agenda kunt krijgen. Dat is al een beetje een sneak preview naar het volgende filmpje, waarin dat dan eigenlijk een uur en een half agenda zal zijn. Ik ga beginnen met communicatie. Brieven uitprinten, brieven maken voor patiënten. We doen dat. We gaan gewoon een patiëntenfiche open doen. Ik ga hier Caroline Baltus nemen. Ik ga daar gewoon op dubbel klikken. En de fiche gaat open. Het normale patiëntenfiche. Links in de kolom met de patiëntengegevens heb je het knopje communicatie. Daar vinden alle communicatie die tussen u en die patiënt gebeurd is, of die tussen u en eventueel een verwijzer over die patiënt gebeurd is. Wat dat zijn alle mails die je gestuurd hebt, ter herinnering aan afspraken of zo, die gaan ook allemaal hierin verschijnen. Alle brieven die je uitgeprint hebt, alle formulieren, alle bijlages, 58 en zo verder, die ga je ook allemaal hier vinden. Hoe maak je nu een nieuwe brief? Of hoe gaat het nu naar het stuk om te beginnen om een brief te maken? Je klikt hier gewoon op brief. Dus logisch nog tot nu toe, denk ik. Als je daarop klikt, gaat het terechtkomen in het communicatievenster van Dentadmin. Dit. Zo ziet die layout er standaard uit. Wat kun je nu doen als je zegt van oh, ik wil hier gewoon even een brief typen? Je kunt direct beginnen typen, hallo enzovoort enzovoort. Dat is wat tijdverlies hè, als je telkens moet typen. Dus daarvoor in Dentamin hebben wij aan de linkerkant in de kolom, bij de mappen, allemaal voorbeeldbrieven voor u eigenlijk al opgesteld. De makkelijkste is eigenlijk om van te beginnen, als je zegt van ik wil een volledige nieuwe brief maken. Is, je kunt met een briefhoofd beginnen. Als je dubbelklikt daarop, heb je een soort standaard hoofding van Dentamin die gemaakt wordt door u. Wat is dat? Een logootje aan al uw gegevens van u als standaard. Die worden automatisch ingevuld. Wat is daar het voordeel van dat die automatisch ingevuld worden? Is dat als je in een groepskabinet werkt en je zou het als een andere tandarts ingelogd zet, dan gaan hier andere gegevens ingevuld staan. In dit kabinet is nu, zijn we ingelogd als Pierre Molaire en zijn dat al zijn gegevens. Als je zou verbonden zijn met iemand anders of je wilt sturen uit naam van iemand anders, dan kun je dat hier aanpassen. Je moet dan niet hier, waar het er staat Pierre Molaire, opnieuw beginnen typen. Dat is allemaal niet nodig. Je kunt hier bovenaan kiezen waar het er staat van. Kun je bijvoorbeeld zeggen, ah, het is niet van Pierre Molaire, maar het is van onze Jean Andeau. En als ik die selecteer, dan zie je dat dat automatisch veranderd wordt naar de gegevens van onze Jean. Hetzelfde ook, het e-mailadres wordt ook allemaal veranderd. Hoe doet Dentalmin dat nu? Ik ga je daar een beetje de achterliggende werking van tonen vandaag, omdat dat wel zo aan een basis is die u veel kan uitsparen qua tijd en typen. Als je wilt weten hoe dat gemaakt wordt, moet je een keer boven in uw Dentalmin rechtsklikken op parameters weergeven. Die parameters, dat zijn eigenlijk die auto-invulvelden. Dan zie je, ah, zo wordt dat gemaakt. Dus dat is verstrekkervoornaam, verstrekkerberoepstitel, adres en zo verder. Zo wordt dat allemaal ingevuld. Dus daarmee dat dat verandert, afhankelijk van met welke verstrekker dat je hebt ingevuld, verandert dat hier bovenaan. En dus ziet dat dan zo is. Je kunt die parameters allemaal hier rechts vinden. Je hebt hier het schermpje parameters. En hier staan alle verschillende parameters die mogelijk zijn in Dentamin. Dus dat zijn eigenlijk ja, alle soort auto-invulveldjes dat je kunt maken. Wat heeft dat nu eigenlijk als gevolg? Ik ga me nu een keer wat
meer naar onder zetten en een brief zeggen. We gaan een standaard brief willen maken naar uw patiënt. Kunnen zeggen, beste patiënt. Maar dat komt een beetje onpersoonlijk over, vind ik zelf. Het is beter om hier te zeggen, beste, en dan zorgen dat automatisch de naam van uw patiënt bijvoorbeeld ingevuld wordt. Of geachte, als we officieel willen zijn, geachte. En dan kan je bij die parameters gaan kijken, ah, wat heb ik nodig van mijn parameters? Ah, ik heb patiëntparameters nodig, want we willen van de patiënt iets invullen. Kunnen zeggen, ah, geachte patiënt. En wat hebben we dan nodig? De algemene gegevens van de patiënt. Kunt u hier zeggen, ah, patiënt aanspreektitel, spatie, voornaam, spatie, familienaam bijvoorbeeld. Nu, patiënt aanspreektitel, je ziet, tja, dat wordt hier niet ingevuld. Hoe komt dat nu? Ik ga het scherm eventjes sluiten. Omdat er bij de patiëntgegevens, en dat is het scherm dat we in de eerste video al veel gezien hebben, je ziet, er staat hier geen aanspreking ingevuld. Je zou hier kunnen zeggen, ah, 29 jaar, we gaan dat nog een juffrouw maken. Opslaan en sluiten. Dus je kunt aan je patiënten een titel geven. Hè? Dus de heer, de mevrouw, oma, jongeheer. Dat kun je allemaal zelf kiezen. Als ik dat nu opgeslagen heb, ik ga nu terug naar een brief. Allee, het duurt zo lang. Dus we terug in een brief nu. En nu ga ik weer terug beginnen van dat briefhoofd 1. Ik heb hem dus niet opgeslaan daarjuist. Mijn fout. We zitten hier in een brief. Waarom lukt dat niet om naar rechts en naar onder te gaan? En als ik nu hetzelfde zou weer typen, hé, geachte, oh, misschien met een CH doen, geachte, en dan gaan we naar die parameters, de auto-invulveldjes, patiënt, algemeen, aanspreektitel, nu staat die daar wel bij. En dan een spatietje, voornaam van de patiënt, familienaam van de patiënt. Komma. En zo kun je eigenlijk zorgen dat je mails automatisch ingevuld worden en je brieven en zo ook allemaal. Natuurlijk moeten ze een Hansen brief beginnen maken, elke keer opnieuw. Nee, dat is zeker niet nodig. Er zijn, zoals ik al gezegd heb, hier links standaardbrieven van Dentamin die al gemaakt zijn, dat je zelf kunt aanpassen. Maar als je liever van nul begint en een keer iets wilt aanmaken, kun je nu zeggen, ah, geachte juffrouw Caroline Baltus. En dan kunnen we dan nu iets bijtypen van wij melden u graag dat we verhuisd zijn, dat de praktijk verhuisd is, bijvoorbeeld. Of de praktijk gaat verhuizen. En dan kun je daar een Hansen brief van maken, kijk, het nieuwe adres is en zo, bijvoorbeeld. En als je die dan wilt opslaan voor later gebruik, om later naar andere mensen ook bijvoorbeeld door te sturen. Dan heb je hier links van boven de keuze. Ah, wil ik die opslaan in het huidige template of als een nieuwe template? Zo'n template is een soort sjabloon. Dat zijn degenen die hier al staan, bijvoorbeeld. Dus afspraken, arbeidsongeschiktheid, betalingsheffing. Dat zijn templates die al bestaan. Stel dat wij deze brief nu als een nieuwe brief willen opslaan, voor een, later nog eens voor andere patiënten te gebruiken. Dan heb je het rechtse disketje nodig, omdat we hem gaan opslaan als een nieuwe template. Ah, dan gaat hij u vragen van, ah, oké, hoe wil je die noemen en waar moet die terechtkomen? Dan kun je nu zeggen, ah, die moet onder brieven terechtkomen en die moet je noemen bijvoorbeeld briefverhuis of zo. En dan kan je die opslaan. En dan ga je zien dat hier nu links tussen de tussen de brieven van Dentalmin, dus tussen alle templates, dat er nu één tussen staat, briefverhuis. En zo kun je daar
een beetje een volgorde maken. Je kunt er ook een kuis in houden. Nee, als je zegt van ah, die een brief verhuis heb ik niet meer nodig na x aantal weken, aantal maanden. Die zit daar zomaar een beetje plaats te verdoen. Ik heb die niet nodig. Ik kan daar gewoon op klikken, hier links. En dan op de rode kruisje. Weet u zeker dat u brief verhuis wilt verwijderen? Ja. En nu staat hij niet meer tussen uw brieven. Kunnen een andere kiezen. Kunnen voor dit op arbeidsongeschiktheid dubbelklikken. En dan hebben we een andere brief. Maar die brief verhuis zijde kwijt. Dat is wat een basis ervan. Die brieven. De standaard die erin staan, kan ik er allemaal uitleggen welke dat we allemaal standaard hebben daarin staan. Als je hebt onder brieven, heb je verschillende submapjes: betalingsherinnering, bijlage, erenota, Europese Commissie, labo, opdrachten, planning en offertes en verwijsbrieven. En dan heb je nog gewoon de algemene brieftemplates, die niet bij een van die categorieën thuishoren. Wat zie je hierin staan? Afspraken DL. Als je daarop dubbelklikt, die afspraken DL, dat zorgt er eigenlijk overal waar het erbij staat, DL. Dat is het DL-formaat, dat is op voorschriftpapierformaat. Dat is grofweg gerekend 20 centimeter op 10 centimeter. En dat wordt dan eigenlijk op een voorschriftbriefje meegegeven aan de patiënt. Die in afspraken DL zorgt voor een opsomming van alle afspraken van de patiënt. Ik heb nu een patiënt zonder afspraken. Ik ga dat even sluiten. We gaan een patiënt zoeken die afspraken heeft om u dan een keer te tonen. Normaal gezien is onze Bart van de Wallen iemand die wel wat afspraken heeft staan. Dus ik ga hier ook terug naar communicatie. Brief. Moeten we eventjes wachten. Er is wat vertraging op mijn Dentamine, dat is omdat ik hem ondertussen ook de sessie aan het opnemen ben. Dat is daarmee. En dan ga ik dubbelklikken op afspraken DL. Niet dubbelklikt. Voilà. Dan zie je nu op voorschriftformaat een briefje met: ah, beste patiënt, volgende afspraken werden voor u genoteerd op die en die en die en die datum, gelieve op voorhand te verwittigen, enzovoort. Zo staat hij standaard in Dentalmin. Als je dan nu zou willen veranderen, dat hij in afspraken DL een beetje persoonlijker is, in plaats van geachte patiënt dat er hier staat, beste Bart bijvoorbeeld, of beste Bart en de familie van de Wallen als familienaam. Dan gaan we dat hier gewoon even eruit halen. Dan gaan we typen beste spatie. En wat hebben we dan nodig? Van onze patiënt. De algemene voornaam, spatie, familienaam. Als je nu wilt dat dat altijd in dat schabloon, in die template staat, dan moet je het linker disketje gebruiken. Want daarmee gaat hij het opslaan. In het template van hetgeen dat je vertrokken bent, in het huidige template eigenlijk. Dus ik ga daarop klikken. Ah, hij gaat mij automatisch zeggen: ah ja, bij afspraken DL moet dat daarbij komen. En dan ga ik zeggen: oké, okay, opslaan. Dat bestaat al. Wilt u dat vervangen? Ja. En nu, voor altijd, staat er daar nu een beste Bart van de Wallen in plaats van geachte patiënt. Ik ga dan een keer tonen. Ik ga gewoon een keer een ander open doen en dan terugkeren naar afspraken briefje. En voilà, je ziet nu dat blijft zo op. Dus we hebben dat nu opgeslaan, we hebben dat veranderd, dat dat in de toekomst altijd zo is. Okay. Wat heb je hieronder? Afspraken dienen arbeidsongeschiktheid. Er wordt zoveel mogelijk ingevuld door Dentamin. Wat hij zelf nog gaat moeten invullen, is natuurlijk van welke dag tot welke dag dat die patiënt niet beschikbaar is om arbeid te verrichten, bijvoorbeeld. Deze datum gaat altijd de datum van afprinten zijn, de datum waarop dat je het gaat doen. Die kun je zelf kiezen. En de datum waarop dat de werkzaamheden hervat kunnen worden, moet je ook manueel invullen.
Dat is dat. Je hebt dat op A4 formaat en daaronder heb je hem op DL formaat, dus op voorschriftjes formaat, heb je hem daar ook nog eens. Hetzelfde. Hieronder heb je betalingsherinnering. En wat zie je hier? Ah, wat staat er hier allemaal ingevuld? Geachte Bart van de Wallen. Bij nazicht van uw boekhouding bleek dat u sinds, openstaand sinds, nog een openstaand saldo heeft. Er staat hier niks ingevuld. Dat zijn die, je ziet die vuiltjes. Maar dat is omdat Dentamin niet weet over wat het gaat, omdat we niet vertrokken zijn vanuit de financiële fiche van die patiënt. En om de financiële parameters te hebben, moeten we altijd vertrekken vanuit het debetfiche. Dus ik ga dat een keer tonen. Je ziet dat hier rechts ook trouwens, er staat geen parameterveld tussen betalingen of financieel. En ook getuigschrift niet. Dus wat gebeurt er nu als ik eventjes een behandeling inheef voor die patiënt en ik doe hem niet betalen? We gaan een raadpleging doen. Oké. Behandelingen attesteren. Betaald later. En nu gaat die patiënt dus een openstaand saldo hebben. Ja, ik krijg hier fouten omdat ik niet ingelogd ben op e-health natuurlijk. Dat gaan we sluiten. Voilà. Je ziet dat hier onderaan op het scherm dat de patiënt nog een bedrag openstaan heeft van €92,74. Wat gebeurt er nu? Dus als we bij communicatie zouden gaan, brief. Als we dan betalingsherinnering. Sorry, mijn scherm was geminimaliseerd. Er is nu nog altijd niets ingevuld. Dat is omdat we niet vertrokken zijn vanuit het getuigschrift. Voor Dentamin weet niet nu over welk getuigschrift we bezig zijn, over welke behandelingen dat we bezig zijn. Dus als je zo betalingsherinneringen wilt versturen naar mensen, raad ik u aan, ga niet hier via brief en dan betalingsherinnering. Nee, het is veel makkelijker om gewoon vanuit het debetfiche te gaan. Dus je klikt hier links op debetfiche. En dan kan je hiervoor op het getuigschriftje klikken bijvoorbeeld. En zeggen document betalingsherinnering. En nu gaat hij kunnen zeggen met de referentie naar het getuigschriftnummer over wat het precies gaat. Dat is één manier om het te doen. Ik wil u nu gewoon een keer tonen als ik hierop klik. Voilà. Bij nazicht blijkt dat u nog een openstaand saldo heeft voor de volgende behandeling enzovoort. Nu staat dat wel allemaal ingevuld. Ik ben een keer aan het denken als ik hier nu op betalingsherinnering klik. Kijk, nu staan de behandelingen wel ingevuld. Nog altijd niet zoals dat zou moeten zijn. Totaalbedrag. Waarom? Omdat totaalbedrag gaat over meerdere getuigschriftjes. Dus je ziet, dit is eigenlijk de manier hoe dat je het niet moet doen. Hoe dat het veel makkelijker is om te doen. Zonder dat je alles moet in de gaten houden van heb ik wel de juiste dingen geselecteerd of niet. Is voor betalingsherinnering naar het financiële te gaan. Dus dat is op de centjes klikken hier linksonder in Dentamin. Eventjes alle patiënten met een openstaande betaling zoeken. Ik heb hier onze Van de Wallen Bart. En als je hier nu op brief klikt bovenaan, in het financieel scherm bij de patiënt met een openstaande betaling, klik dan op brief, dan gaat hij wel perfect kunnen berekenen. En met die auto-invulveldjes gaat hij dat perfect kunnen invullen nu. Voilà. Nu staat die brief schoon ingevuld. Met, ah, sinds die datum hebben we nog een openstaand saldo, gedetailleerd overzicht. Met de verschillende getuigschriftnummers staan er ook al bij. En dan hier nog het totaalbedrag van de verstrekking. Die rest gelieve te betalen op dat rekeningnummer. Dus is dat veel makkelijker om zo betalingsherinnering te sturen. Het staat hier links ook tussen.
Maar ik vind het veel makkelijker om eigenlijk direct vanuit het financiële te gaan en hier op brief te klikken of op e-mail. Je kunt dat hier trouwens patiënt per patiënt doen, of je kunt iedereen selecteren door op je toetsenbord links onderaan op de CTRL de controlknop te drukken en dan op A voor alles te selecteren. En als je dan op brief klikt, dan gaat hij voor elk van die mensen apart beginnen berekenen en doen en de parameters gebruiken en zo wat zal dat zijn, een dertigtal brieven maken. En die worden automatisch aangepast. Je ziet, deze eerste hier gaat over Adam Aykak. En je ziet hier rechts onderaan bij patiënten. Over voor welke patiënten hebben wij allemaal geselecteerd. En als je daarop klikt, verandert hij automatisch alles. Lambert Baremans, als we op Larry Baremans gaan klikken, dan komt dat ook allemaal. Dat verandert allemaal. Dus hier rechts zie je altijd, rechts onderaan wat er staat, patiënten, zie je over welke het gaat. Als ik nu zou klikken op afdrukken, gaat hij voor elk van die patiënten apart een brief uitprinten. Dat is dus goed voor als je wilt werken, inderdaad, met zo aangetekend schrijven en zo. Het is best om dus al je patiënten zo te selecteren dat je wilt een brief vooruit printen en die dan zo doorsturen. Voilà. Ja, inderdaad. Dat is een goede opmerking dat ik nu krijg. Niet zo handig zonder adres. We gaan eens kijken bij de parameters. Kun je hier ook zorgen dat bijvoorbeeld als je zo van die venster-enveloppen hebt, kun je ervoor zorgen dat. Waar dat er bijvoorbeeld kunnen zijn, hieronder, geachte patiënt voornaam, patiëntnaam. En als we dat dan hier rechts gaan uitlijnen, kunnen we hier nu aan toevoegen, patiënt, algemeen, adres. En dan het lijntje eronder bijvoorbeeld. Lijntje daaronder. Patiënt, postcode, spatie. Patiënt, gemeente. Ik weet natuurlijk niet. Voilà. En dan zou je hierboven inderdaad zelfs nog eens zou kunnen zeggen. Dat was niet de bedoeling. Dat moest ik hebben. Dan zou je hier dan nog een keer patiëntnaam, spatie, voornaam kunnen zeggen. En dan heb je hier al direct het adres en zo ook. Als je dat dan in de toekomst er altijd bij wilt, links een disketje gebruiken om op te slaan in het huidige template. Dat is de brief betalingsherinnering. Opslaan. Ja. En voilà. En dat is het. En zo kunnen we dus eigenlijk heel makkelijk allemaal het adres erbij hebben. Hetzelfde werkt ook op e-mailvlakken. Moest ik ze nu allemaal selecteren? En ik klik op e-mail. Gaat hij net dezelfde ding maken? Klopt de hoogte dan ook voor de vensteromslag? Daar moet je normaal gezien zelf een beetje aanpassen. Dat is een beetje trial and error, omdat dat ook een beetje afhangt van uw printer, moet ik toegeven. Ik had het nu een beetje te laag gezet, waarschijnlijk. Dat moet ik wel zeggen. Meestal wordt dat net onder de hoofding aan de rechterkant gezet. En dan zou dat moeten oké staan. Wat heb ik nu? Ik ben eventjes mijn draad kwijt nu, weet waar we zaten. Hier, betalingsherinnering via e-mail. Ik ga het even alleen maar voor Bart van de Wallen doen. Dat gaat ietsje sneller berekenen voor Dentalmin. En je ziet, tja, dat bestaat niet. Een mail voor mensen doen herinneren aan hun betaling. Wat kun je nu doen? Je kunt gaan naar de betalingsherinneringbrief. Wat staat hem hier? Van een getuigschriftje. Je hebt er twee. Je hebt er dus bij betalingsherinnering met verwijzing naar getuigschrift en ereloonnota. Hebt die daaronder, betalingsherinnering.
Wat ziet hij nu? Ik ben eigenlijk vertrokken vanuit een mail. Ik heb hier geklikt op mijn brief. Dentamin past dat nu automatisch aan. Oké. Ik zit in een template van een brief. Dat wordt een brief. Dat was niet wat hij nodig had natuurlijk. Hè. Wij wouden een mailtje versturen naar die patiënt. Wat kun je nu doen? Je kunt hier bovenaan, heb je die knop, weergeven als e-mail. Als je daarop klikt, dan wordt dat nu een mailtje en kun je hier wat er staat aan het e-mailadres van de patiënt invullen. Of, misschien makkelijker, gewoon zorg dat dat automatisch altijd ingevuld wordt. En dan zet je hier, wat hebben we nodig, aan, automatisch ingevuld, ah, patiënt, algemeen, e-mailadres. Als onderwerp wordt er automatisch betalingsherinnering gedaan. En dan is dat eigenlijk zo de mail die verstuurd wordt. Als je die nu wilt bewaren, zeggen van ah, ik wil wel zo'n betalingsherinnering per mail gebruiken, dan kun je hier klikken op ah, opslaan als nieuwe template. Niet bij de brieven, maar wel bij de mails. Dus geselecteerd het plusje van mails. En dan kan je nu zeggen ah, betalingsherinnering mail. En dan ga je zien dat we nu onder het stukje e-mails een betalingsherinnering e-mail hebben. Zo kan je dat doen. Ik ga niet opslaan. Oké. Ik ga terug naar mijn patiëntenfiche gaan. Ik ga je weer een keer de rest van de brieven wat overlopen. Bewijsstuk, dat is ook net hetzelfde. Dat is voor een gelijktijdige afrekening van terugbetaalde en niet terugbetaalbare prestaties. Dat is iets dat Dentamin sowieso automatisch gaat maken voor u als je gaat afrekenen voor prestaties die betaalbaar en niet terugbetaalbaar tegelijk zijn. Je kunt dat achteraf ook nog altijd terug opnieuw uitprinten. Stel voor dat je dat vergeten bent of patiënt of je printer blokkeerde op dat moment. Je vindt hem hier links terug. Maar hij ziet weer al, oh, dat is niet ingeschreven, dat is weer allemaal niet ingevuld. Dat is omdat we niet vertrokken zijn vanuit een getuigschrift. Dus daarmee, als je iets wilt hebben, dat vertrekt. Dat slaat op een getuigschrift, moet je altijd vertrekken vanop het getuigschrift. Ik heb juist een vraag gekregen. We hebben een beperkt aantal templates. Ik heb daarvoor al eens een mail gestuurd op aanraden van Pierre, maar nog geen reactie. We hebben bijvoorbeeld niet de template betalingsherinnering. Oké, dat is bizar. Het kan zijn dat die waarschijnlijk wat gewist per ongeluk zijn of zo, of dat die verwijderd zijn. Die kunnen altijd teruggezet worden door ons. Mocht daar zeker een mailtje versturen voor welk kabinet is het, dan schrijf ik het hier eventjes op, dat ik een keer in onze mails ga gaan kijken, dat ik dat dan weet. Ah, die hebben we dat nooit gehad zelf. Dat is dan inderdaad wel wat bizar. Als jullie en de anderen hebben geen DL-templates, dus op voorschriftjesformaat. Gijsselink. Oké, ik ga dat hier eventjes noteren op een papier. Ik ga dat dan na de opleiding ga ik dat dan eventjes opzoeken. Voor het andere kabinet van mevrouw Riede kunnen we dus noods, allee, we kunnen dat er heel snel bij zetten, die templates hoor. Ik ga dat hier eventjes noteren bij mij. Riede, dus bij Gijsselink templates. En bij Riede DL. Voilà. Daarvoor is zo'n opleiding ook handig. Voor een keer snel aan uw ticketjes te komen. Ik ga dat dan achter de opleiding eventjes bekijken. Oké. Is graag gedaan hoor. Dus we waren bezig met, als je wilt, eigenlijk iets uitprinten dat te maken heeft met getuigschriftjes. Gelijktijdig, niet gelijktijdig. En dat was vastgelopen. Dan wordt dat automatisch bewaard. Die bewijsstukken van gelijktijdige en niet gelijktijdige prestaties, op het moment dat je iets attesteert, wordt dat automatisch in de communicatiefiche van de patiënt opgeslaan. Hoe zie je dat eigenlijk als er iets ingevuld is? Dat zie je wel rood-paars. Dat wil zeggen, er staat iets in de communicatie. En hier hebben we nu ah, een bewijsstuk. Je kunt daarop dubbelklikken.
Dan gaat hij dat open doen en dan komt het terecht in dat formulier met ook de twee verschillende getuigschriftnummers. En dan kan je dat hier nog eens afdrukken. Of als je zegt van ah, ik wil dat niet afdrukken, dat is papierverspilling, u bent wat milieubewust, kunnen we dat gewoon doormailen naar mijn patiënt of naar de mutualiteit. Kunnen we oftewel dat weergeven als e-mail en zo doorsturen. Of, en wat ik persoonlijk iets meer fan van ben, kunnen we dat als een PDF-bijlage versturen bij een e-mail. En dan kan daar niets meer aan aangepast worden. Ik heb hier nu weer de vraag. Bij ons flasht dat heel snel op het scherm na afrekenen en we kunnen dat niet opslaan. Dat wordt normaal gezien automatisch opgeslaan. Je moet dat niet manueel opslaan. Oké, dan gaan we dat bij die meneer daar ook eventjes noteren. Hendricks met CKX. Oké, zo va, ik heb dat ook. Ah, maar dat gaat over iets anders. Als het gaat over nieuwe tandverzekeringformulieren, die complementaire verzekeringen en zo, die komen op een andere manier. Die moeten op een andere manier uitprinten. Maar dit bewijsstuk, normaal gezien, van gelijktijdig terugbetaalde, niet terugbetaalbare, wordt automatisch opgeslaan. Als gezegd van het is zo een papier voor een complementaire verzekering, dat kun je ook heel snel hebben. Ik ga je dat eens tonen. Je moet altijd vertrekken vanuit je getuigschrift. Stel voor dat ik wil voor deze raadpleging hier een formulier voor Dentalia of DKV of zoiets. Dan moet je gewoon dus gaan naar het overzicht behandelingen van je patiënt en effectief op het getuigschrift zelf het nummertje klikken. En dan heb je hier document. En dan kan je hier bij rapporten zeggen: ah, ik wil een DKV bijvoorbeeld. En dan worden hier eigenlijk naam, voornaam, patiënt, datum, prestatie, recibnummers, betaalde enzovoort. Dat wordt allemaal automatisch ingevuld. Dus zo kan je dat dan hebben. Dus even aan het noteren. Ja, details, zoals dat. En dan bij CM Medico Plan worden niet terugbetaalbare zaken niet automatisch ingevuld. We gaan een keer kijken. Ik ga een patiënt zoeken die bij de CM zit. Een ander zoekveld, mutualiteit, de CM. Adrien Adolfs. Dat kun je inderdaad dan doormailen naar de patiënt. Kan je dat doen? Dat is voor iets dat niet terugbetaald wordt. Wat gaan wij hier voor haar nu doen dat niet terugbetaald wordt? We gaan gewoon een eigen behandeling doen. Eigen behandeling. Implantaten, matrix voor kogel, attachment. Zo. Ik ga dat attesteren. En dan misschien even een keer kijken bij mijn instellingen. En wat hebben we dan? En gewoon een raadpleging die wel terugbetaald wordt. Dus nu heb ik een ereloonnota voor een behandeling buiten nomenclatuur, getuigschrift voor een behandeling binnen nomenclatuur. Ik ga die tegelijkertijd afrekenen. Ja, €78, ik heb die gehad. We gaan dat gewoon zo doen. Het getuigschriftje wordt nu uitgeprint. Ik ga ze de vragen beantwoorden hoor. Ik ga eerst eventjes dit nu uitleggen. En je ziet. Krijgt dit.
bewijsstuk gelijktijdige afrekening van terugbetaalbare, niet terugbetaalbare prestaties. Ik ga nergens op klikken. Kijk, ik klik niet op een opslaan knop of iets. Ik ga dat gewoon sluiten. En dat wordt automatisch opgeslaan. Als ik nu naar de communicatie ga van die patiënt, dan zit dat bewijsstuk daar automatisch in. Dat zie je. Je zou dit dan dus kunnen doormailen naar de patiënt. Ik ga nu even een beetje terug naar boven gaan voor de vragen dat ik hier wat gemist heb. Kan je dit dan door? Indien de patiënt vraagt om een aantal attesten te bundelen op één document van bijvoorbeeld Medico of DKV, dat gaat niet. Het is per document, je mag maar over één getuigschriftje gaan. Overgezet. In die zin, patiënt. Ah, okay. Hoe onderteken je dit document? Dat ga ik straks uitleggen. Hoe dat je documenten kunt ondertekenen en bepaalde stukken kunt toevoegen. Dus dat ga ik straks uitleggen, omdat je dat kunt doen. Bij ons gebeurt dat echt niet. Maakt u eens een CM Medico plan aan, AUB. Oké. Okay. Ik ga voor een Medico plan, heb ik dus moet vertrekken van op een getuigschriftje. Of is het voor, als het iets is voor niet terugbetaalbare prestaties, ga ik op mijn ereloonnota klikken. En dan ga ik zeggen, document, rapporten, CM Medico. En nu, inderdaad, wat zie je hier? Alles wordt ingevuld van de patiënt. En in te vullen voor de CM-diensten voordeel van het CM Medico plan. Wat is er allemaal terugbetaald met die CM Medico plan? Vaste prothesen, uitneembare prothesen, orthodontie, parodontologie. Dat staat allemaal ingevuld. Je ziet hier ook staan stempel handtekening verstrekker, Pierre Molaire. Je kunt dat nu inderdaad verzenden via e-mail. Handtekening. Gaat inderdaad wel moeilijk gaan hierin. Je kunt wel een handtekening in een gewone brief doen, maar dit telt eigenlijk ook digitaal als een handtekening. Als je dat via mail door gaat sturen, de CM gaat daar niet moeilijk over doen, want de handtekening van de patiënt gaat er hier ook niet op hebben. Maar je kunt dus dit hier nu bovenaan met die knop verzenden via e-mail, kunnen dat dan verzenden via e-mail als PDF, als Excel of als HTML. Ik zou voorstellen als PDF. Ja, dat is inderdaad een leeg document nu. Ja, nu is het een leeg document omdat er betalingen zijn die niet terugbetaald zijn door CM Medico. Dat is, ik heb nu niet specifiek een prothese of een orthodontie of een parodontologie behandeling gedaan. Ja, dus als je wilt, wil ik het nog eens opnieuw doen met de effectieve behandeling die terugbetaald. Het zijn maar 1, 2, het zijn maar een paar nummers die terugbetaald extra worden met CM Medico plan. Ik heb die nu niet gebruikt, moet ik toegeven. Die staat hier niet tussen die kolom. En dit is effectief het document van op de CM website. Dus er staat hier vaste tandprotheses, uitneembare parodontologie en orthodontie. Er staat geen knop in andere, geen veldje in. En dit is effectief het document dat je ook gewoon vindt op de CM-website. Dus ja, dat is het, zo hoe je dat kunt doen voor dus een CM Medico te doen. Wat betreft nu, we zijn nu al naar heel specifieke vragen aan het gaan, die eigenlijk niet zoveel met de opleiding te maken hebben, moet ik toegeven. Dus als je daar niet zegt van, ah, er is een kolom bij mij extra die nooit ingevuld wordt, of die staat op mijn document wel en op dat van jullie niet, stuur dat maar gewoon even via mail door naar support@dentamine.be en dan gaan we dat dan bekijken. Maar dat is niet echt iets voor tijdens de opleiding, moet ik toegeven. Oké. Okay.
Ik ga terug naar de communicatie van die patiënt gaan. Brief. We gaan even zien wat voor brieven dat we nog allemaal kunnen uitprinten. DKV, orthodontisch verslag, attest tandschade, endoverslag, behandelingen en zo. Dat wordt allemaal automatisch ingevuld als je endobehandelingen en zo doet. Omdat we nu toch over endo's bezig zijn, ga ik een keer naar de verwijsbrieven gaan. Je hebt in Dentalmin automatische verwijsbrieven. Je hebt hier bijvoorbeeld een endo-verwijsbrief. Als je daarop dubbel klikt, heb je een brief voor een endodontoloog dat je direct kunt doorverwijzen. Met ook weer alle gegevens van de endodontoloog ingevuld. Maar ik hoor u nu denken, Sébastien, daar staat helemaal niks ingevuld. Dat is waar. Als je ziet bij parameters weergeven, hebben wij nodig aan endodontoloog alle gegevens van die persoon. Maar in de patiëntenfiche moet je aanduiden wie is de endodontoloog naar wie dat we gaan versturen voor die patiënt. Dat is iets dat ik in de eerste video getoond heb dat je dat moet doen. Ik ga het even nog opnieuw tonen. Dat is bij patiëntgegevens. Heb je hier contacten. En hier kun je verschillende medische contacten toevoegen. Dat kan bijvoorbeeld zijn, ik ga het een keer toevoegen, hier, endodontoloog, Jeff de Blauwe. Wie gaan we nog toevoegen? We gaan een keer een parodontoloog toevoegen. Een stomatoloog, ook hier Klaas Havermout. En als orthodontist gaan we Caterina Incisiva nemen. Dat wil nu zeggen, voor die patiënt, als ik ga doorverwijzen naar een endo, gaat dat naar Jeff de Blauwe zijn. Als het een paro, is het de Wever Katrien. Stomatoloog, is het Klaas Havermout. Een orthodontist, zal het Caterina Incisiva zijn. Wat heeft dat nu als gevolg? Als ik hier op brief klik, en we gaan nu een doorverwijsbrief endo doen. Of een doorverwijsmail, ik kan dat misschien ook doen. We zijn nu een keer endo-verwijsbrief. Dan wordt nu alle gegevens van Jeff de Blauwe ingevuld. Hetzelfde ortho-verwijsbrief. Aan orthodontist Caterina Incisiva. Paro, parodontoloog De Wever Katrien. En bij haar hebben we wel adresgegevens ingevuld. Dus bij haar komt dat in, is dat allemaal wat vlotter ingevuld. En zo wordt het dan eigenlijk automatisch ingevuld. Bespaarde u ook weer wat tijd om dat telkens te gaan opzoeken en doen. Dus zorg gewoon als je patiënt registreert en je wilt hem doorverwijzen, dat er dus in de patiëntgegevens zelf bij contacten, dat u daar de juiste persoon hebt aangevuld die daar moet gedaan worden. Oké, en dan de stomatoloog-verwijsbrief. Betreft graag volgende behandeling bij deze patiënt. Dus dat staat er allemaal bij. Je hebt dat ook bij mails trouwens. Je hebt ook verwijsmails. Als je daarop dubbelklikt, wordt er automatisch een mailtje gemaakt met al die gegevens. Met hier endodontoloog e-mail. En dat wordt ook allemaal automatisch opgemaakt. We gaan even zien bij de verwijsbrieven, dat hebben we gedaan. Betalingsherinnering hebben we ook gedaan. Bijlages. Bijlagen 57, 58, 59, 60 enzovoort vind je allemaal hier. Maar ook hier weer is er een tijdsbesparend trucje. Als je bijlages nodig hebt, is het soms veel makkelijker. In plaats dat je moet gaan klikken op communicatie, dan op brief, dan op bijlagen, dan dubbelklikken op welke bijlagen dat je nodig hebt. Het is misschien gewoon makkelijker om direct te gaan in communicatie. En hier bij formulier kan je direct bijlagen 57, 58, 59 enzovoort. Kan je dat direct van hieruit uitprinten. Als ik hier klik op bijlage 61 bijvoorbeeld.
Dan heb je direct uw bijlage met al de gegevens van de patiënt die ingevuld zijn. En dat wordt automatisch ook ingevuld. Voilà. Dus zo kun je via het formulier hier bovenaan kun je direct aan uw bijlages komen. Oké. We gaan terug communicatie bij brief. Bijlages. Je hebt ereloonnota's, die vind je hier ook. Wederom, ereloonnota is referentie naar behandelingen. Ik heb hier een vraag. Kan je de kotjes in de bijlages ook aanvinken of moet het manueel na uitprinten of gebeurt het automatisch? Die gebeuren automatisch, dat aanvinken. Afhankelijk van welke behandelingen dat je ingegeven hebt, gaat dat automatisch gebeuren. Je kunt het ook wel nog altijd manueel erbij zetten. Als je ze bijvoorbeeld in verhandeling zou vergeten ingeven zijn, kan je het altijd manueel aanvinken. En zelfs als je het bijvoorbeeld hebt uitgeprint, kan je het zelf daar ook nog een keer erbij aandoen. Dus je hebt altijd de keuze, maar het gebeurt automatisch. Dus de erenotas, was ik bezig, ook weer hierop taalt. Erenotas slaan op behandelingen, moeten vertrekken vanuit uw behandelingsscherm om daar alle details bij te hebben. Als ik dit hier nu op ga dubbelklikken, ga je ook zien aan de hand van die parameters hoe dat gemaakt wordt. Nee, met referentie naar getuigschriftnummer. Maar ja, we weten niet naar welk getuigschriftnummer dat gaat. Dus als je een aparte ereloonnota voor een getuigschrift wilt maken, vertrek daar ook weer vanuit uw getuigschrift. Dus ik ga het bij overzicht behandelingen. Als je op uw getuigschrift klikt, en klikt hier op document, kun je direct hier gaan naar ereloonnota of gaat naar leeg document. Maar dan weet hij wel vanaf welk getuigschrift dat je vertrokken bent. Dat is soms wel een beetje een moeilijke om inderdaad te weten van, ah ja, kijk, waarom worden die parameters hier nu niet automatisch ingevuld? Dat is, als je niet vertrekt vanuit een getuigschrift bijvoorbeeld, weet Tentamin niet over welk getuigschrift gaat het. Ik heb nu eerst op een getuigschrift geklikt en dan op een leeg document. En nu weet Dentamin, ah ja, ik ben vertrokken vanuit getuigschrift dat eindigt op 517. Dus als ik nu ereloonnota met een referentie moet hebben, moet ik refereren naar het getuigschrift van hetgeen we vertrokken zijn. Oké, ik hoop dat dat een beetje duidelijk is. Dat is soms wel wat moeilijks hè, met die parameters. Dat je zeker moet zien dat je de juiste gekozen hebt. Dus dat is daarmee. Voilà. De brieven van de Europese Commissie toon nog eens AUB. Oké, ik zal nog eens herhalen. Ik ga dit sluiten. Dus om eigenlijk alles van documenten te hebben die gelinkt zijn aan ofwel een getuigschriftnummer of aan behandelingen, moet je vertrekken vanuit de behandeling of van het getuigschriftnummer. Ik ga nu gewoon klikken op het getuigschriftnummer zelf. En dan bij document heb je al zo wat de meest voorkomende dat je nodig hebt die gelinkt zijn aan een getuigschriftnummer, aan behandeling. Oftewel klik je hier op leeg document. Moeten we eventjes geduld hebben. Nu hebben we een leeg document. En nu kunnen we zeggen van, ah, maar ik wil een ereloonnota hebben bijvoorbeeld. En dan kan je hier bij ereloonnota links dubbelklikken op ereloonnota referentie naar getuigschrift. En dan weet hij nu, ah, maar dat gaat over het getuigschrift van hetgeen we vertrokken zijn. Voilà, zo heb je dat dus. Hieronder heb je de brieven van de Europese Commissie. Dat is voor als je patiënten hebt die voor de Europese overheid werken, voor de Europese Unie werken, kun je daarop dubbelklikken. Dat zijn wel heel moeilijke formulieren, dus Dentamin weet niet hoe dat hij daarmee overweg moet om dat in te vullen. Het enige wat ingevuld wordt is de naam van de patiënt.
De behandeling en de RISIF-nummers en zo, dat wordt niet ingevuld. Allee, ik heb daar toch op gedubbelklikt. Waarom wil dat nu niet opendoen? Dus je ziet, uw gegevens worden ingevuld. Dat is niet nodig, dat is gewoon voor je kunt dat uitprinten als je dat wil. Dat is niet nodig. Dat is gewoon, je hebt een mogelijkheid tot het afprinten van een supplementaire edelnota. We hebben een paar tandartsen die dat consequent willen als soort factuur, een beetje voor uw patiënt of voor zichzelf. Maar het is niet verplicht. Je mocht dat eigenlijk zelf kiezen of dat je dat gebruikt of niet. Ik persoonlijk vind dat. Komt die ereloonnota niet bij de ontvangsten? Als die ereloonnota slaat op een getuigschrift, gaat dat niet dubbel inkomen. Nee, dat getuigschrift wordt gezien als dat gaat een ereloonnota van 0 ter waarde van 0 euro zijn voor een getuigschrift van bijvoorbeeld 72 euro. Maar dat is wat meer financieel. Kijk, ik heb hier al hulp van kabinet 3. Dat wordt veel gevraagd bij echtscheidingen, blijkbaar. Kijk, ik heb ook weer bijgeleerd daarvoor. Maar als het gaat over qua ontvangsten en omzet en zo, dat wordt allemaal op de financiële opleiding ook uitgelegd hoor. En dat filmpje staat zelfs al online, kan je al bekijken als je wil. Ik zat hier bij de brieven van de Europese Commissie. Dus die staat erin, dat is de orthobehandeling. En je hebt dan ook nog de tandheelkundige ook. Je ziet, dat is een serieus formulier. Dat kan Dentamine niet automatisch invullen. Het enige wat hij automatisch kan invullen is hier bovenaan naam van de patiënt en onderaan naam van de verstrekker. Maar de rest moet je gewoon uitprinten en manueel invullen. Wat heb je nog? Labo-opdrachten voor kroon en brugwerk en prothese. Dat is een beetje ook als je daarop klikt: kroon en brugwerk, labo-opdracht. Betreft, over wat gaat het allemaal? Als je die parameters weergeven doet, zie je hoe dat opgezet wordt. En dat kan je hier allemaal zelf aanpassen. Zelf volledig intypen. Het document van de Europese Commissie moet afgeprint worden en dan kan je het invullen. Dus het is echt nog met pen en papier. En dan gaan we naar planning en offertes. Je hebt hier offertes en planningen. Om daarvoor een beetje een uitleg te kunnen geven van de communicatie, wat kan je daar allemaal aan aanpassen? Dat ga ik u uitleggen. Daar gaan we voor moeten beginnen bij een planning zelf. Dus ik ga het gedeelte communicatie sluiten eventjes. We gaan overstappen naar een stukje planning en offertes. Hoe begin je daaraan? Je klikt op planning en offertes. Links in de kolom bij de patiënt. Automatisch, standaard, bevind je je in de planning. Wat is nu het verschil tussen een planning en een offerte? Planning is iets dat je effectief gepland hebt. Offertes zijn nog te bespreken met de patiënt. Gaat het doen, gaat het niet doen? Dat is gewoon wat er misschien een mogelijkheid is. Stel, voor deze patiënt gaan we een vulling of 2, 3 inplannen, omdat we dat niet allemaal nu op dit moment kunnen doen. Hoe doe je dat? Je klikt op, zoals dat je een behandeling ingeeft, je klikt op vulling. Stel bijvoorbeeld A, hier verdienen 16, dat wordt een MOD dat we daar gaan doen bijvoorbeeld. Op de 24 gaan we zo doen en dan op de 48 zoiets. Dat heb je nu ingepland. Je ziet dat dat zo wat gearceerd is. Als het gearceerd is, wil het zeggen voor Dentamine A, dat is iets dat in de planning staat. Het is nog niet gebeurd, het moet nog gebeuren.
Je ziet dat overzicht hier altijd onderaan. Wat hebben we nu eigenlijk gedaan? En de kolom daarnaast is vanaf welke datum mag dat uitgevoerd worden? Waarom zou je dat nu veranderen? Als je bijvoorbeeld zegt van, ah, kijk, dit, die vulling op de 24, ik ga die vulling en de kleeftechniek selecteren. Dus dat is het eerste lijntje selecteren en dan met de Ctrl-knop de tweede lijn. En nu kunnen we daarop rechtermuisklik doen en zeggen uitvoeren vanaf. We kunnen zeggen bijvoorbeeld ah, vanaf volgende maand pas. Omdat ik weet, pas vanaf 1 maart bijvoorbeeld heb ik tijd in mijn agenda om dat in te plannen. Ah, die vulling daarna, op de 16, ik ga die twee lijnen selecteren. Dat zal pas 2 weken na de vulling van de 24 zijn. We kunnen weer op rechtermuisklik doen, zeggen uitvoeren vanaf andere datum. En in plaats van 1 maart zeggen we daar plus 14 dagen, dus 15 maart. En dan de derde vulling, die gaan we dan bijvoorbeeld pas begin april doen. Kun je ook weer zeggen, rechtermuisklik, uitvoeren vanaf. En dan een andere datum, 01/04/19. Ik ga je subiet tonen wat dat als nut heeft, of waarom dat je dat zou doen. Dat is een beetje een soort, noem ze dat, een ezelsbruggetje voor jezelf. Om het als je. Ik ga het van eens kunnen tonen. Als je vanuit de planning naar de agenda gaat, dus ik zit nu in het scherm planning en offertes, ik klik hier links op het agenda-icoontje. Dan zie je dat er automatisch van onder de planning mee geopend wordt. En wat hebben we nu, zoals ik zei, als ezelsbruggetje? Ah, je ziet hier, ah, ik moet een vulling inplannen vanaf 1 maart. Ja, zou iedereen. Ik heb hier een vraag voor bepaalde mensen om op mute te zetten. Ik ga even zien, ik kan het geluid van bij mij hier ook aanzetten. Als u microfoons hebt op uw laptop, computer of zo, zouden die afgezet kunnen worden? Kan ik eens zien. Ik heb nu, denk ik, iedereen zijn microfoon. Nee, wacht, ik heb hier nog twee. Ik heb iedereen die een microfoon-icoontje had, heb ik nu eventjes op stil gezet. Ik weet niet wat dat een verschil gaat uitmaken nu. Ah, het is weg. Oké. Ik had het in het begin gedaan, maar de mensen die dan na 2 uur erbij gekomen zijn, die had ik nog niet op stil kunnen zetten, blijkbaar. Voilà. Dus. Wat zie je nu? We hebben dingen ingepland. Als je dan naar de agenda gaat om voor die patiëntenplanning te maken, zie je hier staan uitvoeren vanaf 1 maart. Ah, oké. Okay. Kan je hier gewoon op dubbel klikken. En dan gaat de agenda automatisch springen naar vrijdag 1 maart. Je ziet dat hier staan bovenaan. Wij hebben nu een praktijk waar er niet zoveel volk naartoe komt, blijkbaar. Dus die agenda is perfect nog mogelijk om de vrijdag bijvoorbeeld om 16:45 die vulling nog in te plannen. Hoe doe je dat nu? Je selecteert gewoon weer al die twee lijnen. De eerste lijn gewoon klikken, de tweede lijn met de Ctrl-knop links onderaan op je toetsenbord. Ctrl-klik. En nu kan je dat gewoon verslepen naar je agenda. Ik ga u vragen, wil je een mailtje sturen naar die patiënt ter herinnering aan de afspraak? Ik heb nu even op nee geklikt. Dat wordt helemaal in detail uitgelegd het volgende filmpje. Maar nu hebben we dus eigenlijk zonder al te veel moeite moeten doen een afspraak ingepland voor een drievlaksvulling op tand 24 vanaf te uit te voeren vanaf 1 maart. Ik heb dat direct gedaan met alle details staan daar dan ook van eerste keer in. Wow, dat is wel tof. We gaan even zien 15 maart. Ik ga daarop dubbelklikken. Ik was al aan het hopen dat die vraag ging komen. Dankjewel daarvoor. De vraag die gesteld wordt is: hoe bepaal je het tijdsblok? Dankjewel. Dat is goed. Ik doe dat eigenlijk om eventjes te testen omdat jullie nog allemaal wakker zijn. Hoe pas je het tijdsblok aan? Je kunt. Ik ga terugkeren naar de planning. We zaten bij Bart van de Wallen. Als je nu inderdaad zoiets hebt van, oh ja, een drievlaksvulling, standaard voor dentalmin, staat er hier bij tijdsraming 40 minuten.
Dat is op het moment dat je dat inplant, dat dat zo gezet wordt. Wil je dat aanpassen? Geen probleem. Je kunt ofwel dubbelklikken op tijdsraming en dat dan bijvoorbeeld aanpassen naar 10 uur is misschien wel overdreven, naar 1 uur bijvoorbeeld. Dat is aangepast naar 1 uur. Je kunt ook dus, ja, dubbelklikken. Als je weet van die is 16, dat gaat mij wat vlotter lukken. Dat kan ik op 45 minuten doen bijvoorbeeld. En als je dan zegt van die is 48, dat gaat een heel moeilijke worden, kunnen zijn 1 uur 30 bijvoorbeeld. Ik heb dat nu op de kleeftechniek gezet. Ah, sorry. Dubbelklikt op de tijdsraming. Deze zetten we nu op 1,5 uur, is misschien over 1,25 uur bijvoorbeeld. Als ik nu terugga naar mijn agenda, zien we hier die tijdsraming is veranderd naar 45 minuten. Je ziet dat hier in het midden staan. En nu kunnen we die twee lijnen zien. Dat is vanaf 15 maart. Stel, je hebt vrijdag 15 maart, er is geen plaats meer. Oké, dan gaan we gewoon later kijken. Kun je zien, de weken daarna, ik ga dus selecteren door rechts in de agenda die datums te kiezen. Sowieso het stuk agenda, dat wordt nog deft, allez, dat wordt heel uitgebreid uitgelegd volgende keer hoor. We hebben hier nog plaats op dinsdag 19 maart. Oké, ik ga mijn twee data, mijn vulling en mijn kleeftechniek selecteren. Ik versleep ze naar boven om 15 uur bijvoorbeeld. Ik laat ze daar los. Wil ik een herinneringsmailtje versturen? Dit wordt later uitgelegd. Ik ga nu even op nee doen. En nu heb je automatisch een afspraak van 3 kwartier, omdat we dat hier 3 kwartier tijdsraming gezet hebben. Hetzelfde met die laatste afspraak van 1 april. Nou, kijk, er is nog plaats, weer al om 5 uur of om 5:45 net bijvoorbeeld. Zo. Kunt u selecteren. Het is 1:15 uur. Hij werkt maar tot 7 uur. Oké. We verslepen dat. En we laten dat los om 5:45. Ik doe nee. En nu heb ik van 5:45 tot 7, 1:15 uur. Direct die afspraak ingepland. Dus als je effectief werkt met die planning, kun je heel snel, heel makkelijk ook gedetailleerde afspraken in je agenda hebben. Dat je weet direct van, op 1 april heb ik van 5:45 tot 7 uur van de Wallenbart mijn stoel voor op tand 48 een vulling 3 vlaks te doen. Ik vind dat wel een makkelijk om u wat tijd uit te sparen. Ik ga nu een keer terug naar die planning gaan van die patiënt. Dus ik ga hier weer bij onze Bart van de Wallen in zijn planning. Dat is gearseerd. Stel, we zijn niet in planning. We willen een offerte maken voor die patiënt. Ik ga nu een patiënt kiezen. Ik hoop dat ons Adrien Adolfs. Die heeft al protheses. Ik moet eventjes een patiënt hebben waar we bijvoorbeeld een prothesewerk willen inplannen. Nikki Den Haan, dus 62 jaar, dat mag. Voilà, die heeft nog al zijn tanden. We gaan naar planning en offertes. Standaard komt er eigenlijk altijd in planning terecht. We willen nu een offerte maken voor die persoon. Dan kun je gewoon klikken rechtsboven hier op offerte toevoegen. Gaat u vragen hoe wil je dat noemen? Offerte 1, offerte 2, offerte kerstboom. Het mocht ervan maken wat je wilt eigenlijk. Doe gewoon offerte 1. En nu mogen we dat beginnen inplannen. Wat willen wij voor die patiënt allemaal in de offerte hebben. Stel bijvoorbeeld een extractie van bepaalde tanden. Klik op extractie. De eerste in de rij bijvoorbeeld en de laatste. Als je zegt van ik wil alle tanden bovenaan trekken, kan je dat ook doen.
doe je dat in simpele vorm. Je klikt op de eerste tand en dan met de Shift-toets, die staat links op je toetsenbord, net boven de controleknop. Dat is eigenlijk degene voor hoofdletters mee te maken. Dan klik je op de laatste en dan selecteer je alles daartussen in één keer. Als ik dan op OK klik, dan gaan we nu een offerte maken voor al die tanden te trekken, bijvoorbeeld. Oké, dan was gezegd van, goh ja, offerte 1, dat was zo wat onlogisch voor mij. Dat zou hier een offerte voor de extractie zijn, bijvoorbeeld. Kun je altijd je offerte hernoemen. Kun je hier zeggen, ah, offerte 1 wordt eigenlijk offerte extractie genoemd dan. Zo. Dat hebben we. Je wilt nu een tweede offerte hebben voor die patiënt, voor op aparte papier gestemd, bijvoorbeeld voor een prothese. Hoe doen we dat? Je kunt hier offerte toevoegen klikken. Klikt op offerte 2 en we gaan dat veranderen naar offerte prothese. En nu zie je, ah, we zijn weer terug op nul begonnen. Je hebt hier rechts de keuze altijd, ah, wil ik in offerte extractie verder werken of in offerte prothese. Je zou er nog een offerte aan kunnen toevoegen, bijvoorbeeld uitneembaar. Die staat er ook al in. Oké. En dan heb je offerte prothese, uitneembaar, offerte extractie. En zo kun je aan je patiënt de verschillende offertes geven, afprinten en de verschillende tonen daartussen. Wat je voor een prothese, dat is vooral voor prothesewerk wel belangrijk. Als je een prothese zou een offerte voornemen, zeker in verband met terugbetalingen en zo, dat moet je in verschillende etappes gebruiken. Je hebt standaard afdruk, individuele afdruk, betere relatiebepaling, pasplaatsing en dan ook nog een keer de controle. Dat moet in al die stappen gebeuren. Je kunt dat allemaal apart doen, hè. Je kunt zeggen, ah, ik ga offerte maken, standaard afdruk. Oké, prothese, individuele afdruk. Maar dat is een beetje een idioot om dat zo te doen. Het is veel makkelijker om het gewoon te zeggen hier, prothese, ah, volledig stappenplan van een prothese, kunststof. Ah, waar willen we die hebben? We gaan een volledige bovenprothese plaatsen. Dus ik klik gewoon op de eerste tand en dan shift-klik op de laatste tand en dan op oké. En nu heb je in één keer standaard afdruk, individuele afdruk, B-registratie, pas, volledige bovenprothese en controle. Oké, uitvoeren vanaf. Ik zeg het voor offertes. Uitvoeren vanaf is niet zo niet nodig om het aan te passen. Het is vooral als je het begint in te plannen dat de bedoeling is dat je daar wel echt in een uitvoeren vanaf aanpast. Maar wat dan misschien wel een belangrijke is. Op dit moment, de prijs voor een totale volledige bovenprothese is €606. Je ziet dat hier onderaan staan. En daar wordt €460 van terugbetaald. Dus het remgeld voor de patiënt €145. Als jij nu zegt, €606, nee, ik vraag daar wel iets meer voor. Dat is bijvoorbeeld €800 bij mij. Hoe moet je dat aanpassen? Je hebt twee mogelijkheden. Ofwel gaat hij hier effectief op volledige bovenprothese dubbelklikken en zeggen, ah, €800 moet dat kosten. Of 800. Of, dat is wel een belangrijke, zeker als je met meerdere zou werken, als je een offerte zou maken voor extractie en prothese tegelijk of zo. Heb je hier links het, ik denk het zeta-tekentje. Sorry, mijn Latijnse, Grieks is lang geleden. Maar dat is het totale tekentje vanuit de wiskunde. En hier kun je de totaalprijs van gans uw offerte in één keer aanpassen. Kun je dat direct op 800 zetten en gaat hij dat eigenlijk verdelen over alles samen. Dat is vooral belangrijk, bijvoorbeeld als ik nu naar mijn offerte extractie een keer ga. En ik zou hier ook direct hetzelfde, hier ook direct de prothese bijzetten. Komen we nu aan een totaalprijs uit van 1079. En als jij zoiets zet van, oh, ik heb dat bedrag niet graag, ik wil dat aanpassen, moet je niet hier elk apart dingetje beginnen veranderen of je prothese alleen. Als je aan een mooie totaalsom wilt uitkomen, is het beter van die totaalprijs instellen te gebruiken. Zeg bijvoorbeeld, ah, 1500.
Oké. En dan wordt dat automatisch verdeeld over de verschillende stukjes. Offerte, prothese en uitnemer. Stel bijvoorbeeld, je wilt alleen maar die offerte van die prothese nu. De patiënt had dat graag een keer mee naar huis genomen om erover na te denken. Oké. Wat kan je nu doen? Je kunt zeggen, ah, ik ga mijn offerte afdrukken. Als je daarop klikt. Moeten we wat geduld hebben. En dan kom je uit in de offerte. Wat zie je daarin staan? Het overzicht van je offerte. Bedrag. Detail, ja, ik heb nu geen opmerkingen, geen details meegegeven. Standaard zie je, als je parameters weergeven klikt, als je daarop klikt, is een offerte 35 lijnen. Dat is voor een offerte van 35 lijnen. Stel nu, hij wilt bijvoorbeeld iets hebben van, goh ja, dat is zo een beetje plaatsverspilling. Ik heb er eventjes de vraag. Wij vullen eerst de planning in en zetten die dan om in offerte. Dat kan ook, ging ik zo meteen eigenlijk eventjes tonen. Dus het is goed dat je zo ijverig bent. Maar ik ga dat zo een beetje tonen dat je dat kunt doen dan. Stel bijvoorbeeld, je hebt zoiets van, ja, voor een prothese, een offerte, al die lege lijnen. Ik wil bijvoorbeeld iets maken. Dan noemt offerte 15 lijntjes maar. Je kunt dat aanpassen. Hè. Je kunt hier zeggen, met de parameters weer te geven. Je kunt zeggen, ik ga hier alles wissen onder de 15. Ik duw op delete. Hij zou dan denken, het is klaar. Nee, tju, dat wit blijft hier. Hoe past het dan nu aan? Dat is uw tabel dat je moet aanpassen. Dus ik ga het opnieuw weer selecteren. Dat zijn allemaal lege lijnen nu. En nu dat stuk hier bovenaan. Als je een beetje ervaring hebt met hoe dat Word werkt, kun je werken met dit stuk ook normaal gezien. Dat is een beetje hetzelfde, lijkt een gewone tekstverwerker op je computer. Dus, maar we zitten nu in een tabel. Ik ga even klikken op hulpmiddelen voor tabel. En nu, ik heb hier die blauwe lijnen geselecteerd, ik wil die verwijderen. Wat doen we dan? Logischerwijs heb je hier een knop verwijderen. Wil ik mijn kolommen of mijn rijen verwijderen? Kolommen zijn verticaal, rijen zijn horizontaal. Dat staat hier ook in het klein en blauw gezegd. Dus ik ga hier nu zeggen, verwijder rijen. En nu zijn mijn rijen weg. Ach, ja, maar Sebastien, ik wil dat lijntje hier van onder ook wel terug. Dat ziet er niet uit nu. Oké, geen probleem, ik snap dat. Dan kun je gewoon hier de onderste rij selecteren en zeggen: ik wil daar een rand onder hebben. En nu heb je mooi een kadertje met maar 15 lijnen in. Ik ga terug hier op start linksbovenaan klikken. Mijn parameters weergeven, ik er even wegdoen. Je ziet dat dat er iets mooier uitziet. En nu zou je ze kunnen zeggen van, ik wil dat in de toekomst voor kleine offertes, ik wil dat hebben. Ik wil dat bewaren. Dat ik dan niet telkens moet alles doen wat ik nu net gedaan heb. Oké, we gaan dat dan gewoon bewaren als een nieuwe template. Dat zal tussen de brieven moeten zijn bij planning en offertes. Kun je hier nu zetten, offerte 15 lijnen bijvoorbeeld. Oei, oh, kijk, ik heb mij vergist, ik heb een fout gemaakt. Ik heb die offerte 15 lijnen, ik heb die opgeslaan bij concepten, ik heb niet de juiste map geselecteerd. Oké, we gaan hem opslaan als nieuwe template. En ik moet effectief klikken op planning en offertes. Ik had er niet op geklikt, ik had alleen op het plusje geklikt. Dus je moet effectief zorgen dat er zo dat grijs kadertje rond planning en offertes staat. En nu heb je dus offerte 15 lijnen. En nu staat hij daar wel tussen. Moet ik gewoon nog even bij deze hier zeggen: verwijderen. Ja.
Dus we hebben nu een offerte 15 lijnen. Dan zou je nu kunnen zeggen, de originele dat we hadden. Je zou die kunnen aanpassen van naam door op dat potloodje te klikken. Je zou kunnen zeggen, ah, dat is mijn offerte 35 lijnen. Dus zo kunnen we dat doen. Je hebt sommige mensen waarvoor de 35 lijnen niet genoeg is. Die hebben offertes of planningen van 50 lijnen nodig. Er is een kabinet waarbij dat al frequent gebeurt. Wat kunnen we daarvoor dan doen? We hebben dus nu, heb ik u getoond, hoe kunnen we nu al die lijnen daaruit halen? Hoe kunnen we daar nu extra aan toevoegen? Dat is misschien ook wel een belangrijke om te weten. Ik ga helemaal onderaan in mijn tabel gaan, in mijn kaderken hier. Dat is een kadertje. En ik ga weer naar hulpmiddelen voor tabel gaan. En ik ga zeggen, ah, ik wil hier onderaan rijen toevoegen. Onder, ah, hoeveel moet je er hebben? We zaten naar 35. Ik wilde bijvoorbeeld 50 in totaal hebben. Ah, ik ga er 15 erbij zetten. Dan klik je op OK. En nu heb je 15 rijen daarbij. Oké, allemaal goed en wel. Maar als je klikt op parameters weergeven, dan hebben we hier al de parameters tot en met 35. Oké, hoe kom ik dan aan de rest? Ah ja, we moeten manueel toevoegen. Er is geen mogelijkheid, zoals bijvoorbeeld in Excel, om te zeggen, ah, ik ben hier dan 32 begonnen, auto aanvul, 36, 37 en zo verder. Dat gaat jammer genoeg niet. Wat wil dat zeggen? Je moet hier dus in het kadertje klikken en dan, wat hebben we nodig? Ah, je ziet hier P, planning, lijn 35, tand. Oké, ik heb 36 nodig. Dan staat hier rechts bij die parameters, bij offerte. Heb de planning, lijn 1 tot en met, je kunt tot maximum 100 gaan. Dus je kunt een offerte of een planning maken van 100 lijnen als je wilt. Ik ga nu gewoon zeggen, ah, wat heb je nodig? P36, tand. Oké, planning 36, tand. Voilà, dat wordt daarin gezet. Ah, daarnaast P36, omschrijving. Daarnaast klik ik er even in, P36, detail. En dan is het P36, opmerking. En daaronder is dan 37. De datum, wat heb ik nu gedaan? 37 tand. 37 omschrijving, enzovoort, enzovoort. Ik ga dat nu even nog verder doen. Het is een beetje moeilijk, hè, om te zeggen, ah, 37 tand, ik klik daarin, nu dubbelklik op omschrijving, ik klik hier terug in, 37 detail, ik klik terug in mijn tabel en dan 37 opmerking. Er is een, oei, ik heb er al dubbelklik. Er is een snellere manier om het te doen. Het is nog altijd niet evident, hoor. Ik moet het toegeven, sorry, dit is niet zo leuk om te doen. Je kunt wel daarin klikken. En dan, oké, planning 38, tand. En in plaats dat je nu hier terug gaat gaan inklikken en dan terug op P38 omschrijving doen, kun je gewoon op je toetsenbord, heb je de tabtoets. Dat is aan de linkerkant van je toetsenbord zo'n dubbele pijl. Eén die naar rechts en één die naar links staat. Die staat, normaal gezien is dat een 1, 2, 3, de vierde van onder. Aan de linkerkant. Je hebt Ctrl, Shift en dan meestal is het Caps Lock daarboven. En daarboven heb je een tabtoets, links van de A. Daarmee ga je automatisch altijd naar het volgende veld. Dus je zou het nu kunnen zeggen, ah, ik heb op tab geduwd, 38, opmerking, omschrijving. Tabtoets, 38 detail. Tabtoets en je springt automatisch naar het volgende, 38 opmerking. Tabtoets en we zetten de lijn eronder. En zo kan je het wel ietsje sneller doen. Dat
Dat is tot nu toe de snelste manier dat ik gevonden heb om het te doen, moet ik toegeven. Nou, kijk, ik heb niet op de taptoets geduwd. Als je niet op de taptoets duwt, gebeurt dit trouwens. Dan blijf je in hetzelfde kadertje. Dus duw op de taptoets, dan ga je naar het volgende detail. Taptoets, opmerking. Wat je zeker moet doen, als je dat nu gedaan hebt voor het 50 lijnen, wil je dat niet nog een keer doen. Sla het zeker op. Dus ik ga dit nu opslaan als een nieuwe template. Onder planning en offertes ga ik dit noemen offerte 50 lijnen. Opslaan. En nu hebben we dus 15, 30 en 50 lijnen. Maar, nee, als je dat gedaan hebt, dat is allemaal oké. Okay. Maar ik zie je nu ook wel al denken van, maar Sebastien, dat trekt hier op niks. Dat ziet er veel groter uit dan al de rest. Dat klopt. Hoe kun je dat vergelijken met elkaar? Als je gewoon ergens in een andere gaat klikken, die zo klein is, zie je, ah, hier linksboven, dat is areaal en dat is grootte 8. En als ik in deze ga klikken, zijn die allemaal grootte 10. Dus wat doe je dan? Je selecteert die allemaal en we veranderen die allemaal naar grootte 8. En nu zijn die allemaal hetzelfde. Kan je dat met het linker disketje opslaan in het huidige template offerte 50 lijnen. En esthetisch gezien zijn we er nu bijna. Je ziet, tot en met lijn 35 zitten er geen lijntjes tussen. En dan al degenen dat we toegevoegd hebben, hebben standaard die lijntjes daartussen. Als jij zoiets hebt van, ah, ik wil dat eigenlijk overal hebben, die lijntjes daartussen. Of liever nergens, dat is uw keuze. Als je wilt dat nergens is, dan kan je gewoon dus die lijnen waar dat die lijntjes staan, allemaal even selecteren tot helemaal onderaan. En dan hulpmiddelen voor tabel en zeggen, ah, die onderste rand, ik moet dat niet hebben. En nu is dat allemaal zonder streepjes ertussen. Behalve onze onderkant, dan daar willen we wel een onderste lijn hebben natuurlijk. En daar kan je klikken op rand onder. En nu heb je de K. Dat zijn dus geen rasterlijnen. Inderdaad. Maar je kunt ook wel, als je zegt van ik wil die lijntjes overal hebben, rand onder. En nu heb je elke lijn die met een verschillende, die altijd al afgesloten is. Als je dat dan zonder parameters weergeven doet, dan heb je dat zo. Het is een beetje veel uitleg voor gewoon wat esthetische dingen. Ik weet het, maar dat is iets waar wij bij de support heel veel telefoons over krijgen. Over layouts en esthetische vragen, inderdaad. Ik ga terugkeren naar mijn offerte. Omdat, zoals daarnet iemand zei, bijvoorbeeld hier die planning. Ah, dat was bij Bart van de Wal, denk ik, dat ik die planning gedaan had. Ik had hier iets gepland. Stel, patiënt, je wilt aan die patiënt dat meegeven als een offerte voor dat werk. Hoe doe je dat nu? Dat is daarnet al door iemand gezegd geweest. Je hebt hier rechts ook de mogelijkheid om te zeggen, ah, planning dupliceren naar een offerte. Als je daarop klikt, gaat hij vragen, ah, hoe moet die offerte noemen? Ah, ik ga die offerte vullingen noemen. Oké. Okay. En nu zie je dat we een offerte vullingen hebben. Dan zou je deze nu kunnen afdrukken of zelfs per e-mail doorsturen. Als ik op e-mail klik, wordt daar automatisch een mailtje van gemaakt. Het duurt weer eventjes natuurlijk. Voilà, gelieve in deze mail uw offerte terug te vinden met eigenlijk alles wat er allemaal in staat, totaalbedrag te betalen enzovoort. Moet toegeven, voor offertes en zo is het soms misschien veiliger om die als een bijlage te versturen en niet gewoon in de tekst. Maar waarom? Omdat als je ze als een PDF-bijlage verstuurt,
kunnen die niet bewerkt worden. Kan uw patiënt daar geen aanpassingen in doen en u achteraf zeggen van, ah, maar kijk, ik heb hier een mail gehad van u waarin dat er een totaal een ander bedrag stond. Nee, dat willen we niet. Dus, wat kun je dan doen? Als je in de mail zit zelf, heb je hier rechtsboven, versturen als PDF-bijlage bij een e-mail. Als je op die knop klikt, dan wordt die offerte als een soort PDF gemaakt. Ik ga daar een keer op klikken om dat open te doen. En dan hebben ze zoiets. Daarin kun je niet, je kunt dat niet aanpassen. Je kunt daar geen verandering in aanbrengen. Dat is een beetje om jezelf in te dekken. Dat is een tip dat ik gekregen heb van onze tandarts. Dat ik zeker moest doorzeggen aan jullie. Dus dan kan je dat zo doen. En die zit dan hier in bijlagen in die mail. En dan kun je nu zeggen: ah, beste patiënt. Beste patiënt. Ik kan niet meer typen, sorry hoor. Patiënt in bijlagen vindt u uw offerte. Vriendelijke groeten. En dan kunnen ze zeggen, oftewel vul je hier nu in naam van de tandarts, oftewel zeg je gewoon verstrekker, voornaam, spatie, naam. En dan moet je het niet meer doen. Maar, wilde hij dat elke keer typen? Beste patiënt, in bijlage vindt u uw offerte, vriendelijke groeten, Pierre Moller. En dan eventueel met daaronder nog een handtekeningsknop of zoiets. Nee, dat willen we niet. Dus wat kan je nu doen? Je kunt dat stukje hier selecteren en zeggen van, ah maar, ik wil met twee klikken dat wat ik nu getypt heb, dat hij met een mail komt. Oké, okay, hoe doe je dat? Ik heb het allemaal geselecteerd en dan kun je zeggen hier boven selectie opslaan als autotekst. Ik ga dat opslaan. Hoe ga ik dat noemen? Ik geef dat een naam. Offerte. Offerte bijvoorbeeld. Offerte mail. Oké. En nu gaan we een keer terug van nul beginnen. Hè? We gaan even nee doen. Ah, we willen naar die patiënt, hè, die e-mail, die offerte e-mailen. Dus ik klik weer op e-mail offerte. Als PDF bijlage gaan we die maken. En dan gaan we hier nu zeggen, oh, in plaats van alles te typen, autotekst invoegen, offerte mail, voilà. Die tekst die je getypt hebt, wordt dan automatisch bijgevuld. En nu kan je het verzenden. Dus die autotekst kun je gebruiken voor, als je zegt van, dat zijn wel van die zinnetjes dat ik zo af en toe een keer gebruik, voor in een mail te zetten, maar ik heb ze niet altijd nodig. Het is een beetje te stom om dat op te slaan als een template, omdat die bijlage daar toch niet opgeslaan wordt als in de template. Dus zo kunnen we dat doen. Hetzelfde ook, wat je ook kan doen. En dankjewel. Wat er ook heel handig is, is je kunt je handtekening met een stift, met balpen bijvoorbeeld. Op een papier zetten. Je kunt dat inscannen en bewaren op je computer. En dan zou je hieronder kunnen zeggen: ah, ik wil daar nog een keer invoegen als afbeelding mijn handtekening daar ook nog eens bij. Dat kan, hè? Hoe doe je dat? Ik ga het hier nu eventjes bijvoegen. Invoegen en dan een afbeelding. De afbeeldingen die op de computer staan zijn niet van mij. Dus ik ga bijvoorbeeld zeggen: dit is een handtekening. Ik weet dat het eigenlijk op iets anders lijkt, maar we gaan dat gewoon eventjes negeren. Stel dat dit uw handtekening is. Kunnen we er ook zeggen van: ah, die afbeelding, dat stukje, ga ik ook als een autotekst doen en die noem ik handtekening. En dan heb je nu dus een mogelijkheid om in al je brieven, al je mails dat je doet, met in een autotekst onderaan een handtekening te zetten dus zogezegd met balpen gemaakt. Daarvoor kunnen die in een autotekst gebruiken. Dat wordt soms wel wat gedaan.
Ik ga het er wel even uit halen. Het trekt op niks. Dus sorry. En we zijn zo wat rond. Eigenlijk perfect, anderhalf uur moet ik toegeven. Dat is goed gerekend van mij. Rechtsonder staat naast parameters contacten. Voor wat dient dit? Dat is goed. Je hebt hier altijd, dus je hebt die parameters. Communicatie met e-health ga ik proberen uit te leggen, maar ik heb geen e-healthbox op deze computer. Maar ik had u al in theorie kunnen uitleggen hoe dat werkt. Dus ik ga eerst de vraag van mevrouw Steno doen. Rechtsonder naast parameters staan contacten. Waarom staan die hier? Eigenlijk omdat je dan direct in één oogopslag kunt zien van heb ik bij die patiënt al contacten toegevoegd of niet. En hier, wat ik daar juist gedaan heb, ik heb een endodontoloog, een orthodontist, parodontoloog en stomatoloog toegevoegd. En hier zie je direct in één oogopslag, ah, dat zijn zij. En dan zouden ze kunnen zien wie dat eigenlijk allemaal is. Ook hetzelfde van de mutualiteit. Zou je kunnen. Oh, ik heb mijn ding. Bij de mutualiteit zouden ook gewoon parameters daaruit kunnen. Ik ga dat hier gewoon een keer inzetten, bijvoorbeeld gemeente. Dat zijn eigenlijk de parameters die gelinkt zijn aan een contact zelf. Kun je daar direct uithalen. Aan de patiënt zelf zijn contacten. Kun je daar zo aanhalen. Wacht even. Bij prothese zijn er veel nutteloze lijnen zonder bedrag die veel plaats innemen. Afdruk, beet enzovoort. Ja, maar die lijnen, afdruk, beetrelatiebepaling, pas en zo, die zijn wel nodig als die patiënt met dat papier naar de mutualiteit wil gaan. Want je moet het volledige stappenplan hebben op dat moment. Ik heb hier nu nog een vraag. Ik ga ze in volgorde aflopen, hè. Het logo van uw praktijk standaard zetten. Als je dat zegt van ik wil dat onderaan aan mijn mail standaard zetten, kun je inderdaad zeggen van ah, met die autotekst. Of wat je ook kan doen, als je zegt van mijn e-mails, ik heb mijn e-mail-offerte hier bijvoorbeeld, ik ga dan een keer op dubbelklikken. Je zou het kunnen zeggen van, kijk, bij ons staat er hier nu het logootje van Dentadmin bij. Als jij wilt dat dat bij u vervangen wordt door het logo van uw praktijk, kan je gewoon het logootje selecteren, dat verwijderen en dan zeggen, ah, ik wil invoegen. Het logo van de praktijk, die naap hier bijvoorbeeld. En dan kan je dat nu opslaan in het huidige template. En dan is dat logo nu vervangen door uw eigen logo. Bij ons is het nu die aap. Bij u zou dat dan bijvoorbeeld uw persoonlijk logo kunnen zijn. En als je dat dan in elke mail template dat je hebt doet, moet je dat niet meer achteraf telkens doen. En dan heb ik. Wacht even, veel vragen. Dus het logo heb ik gedaan. Kan je de aanspreking en de patiëntgegevens van de heer niet veranderen in heer? Omdat dat in een brief of e-mail geachte heer beter klinkt dan geachte of beste de heer. Je kunt dat perfect doen. Hoe doe je dat? Je gaat naar je patiëntgegevens. En standaard staan hier inderdaad al normaal gezien in de heer, dokter enzovoort. Maar je kunt hier zelf ook iets intypen. Hè. Je kunt gewoon zeggen heer opslaan. En nu is die aanspreking heer voor die persoon geworden. Als je dat wilt gebruiken voor toekomstig gebruik, als je zegt van ik wil bij iedereen in de toekomst wel heer gebruiken in plaats van het telkens in te typen, kan je het ook opslaan. En dan staat hij in dat uitrolmenuutje hier onderaan, dat keuzemenuutje, ga je dan ook de keuze hebben om hier aan te duiden. Volgende vraag. Hoe stuur je naar een patiënt iets in PDF dat niet bij de voorgevormde template zit? Bijvoorbeeld een doorverwijsbrief of een brief voor verzekering die je in PDF wil opmaken, zodat de patiënt die kan afdrukken meenemen. Bijvoorbeeld een doorverwijsbrief. Dus je wilt, als ik het goed snap, in een doorverwijsbrief.
Stuur je een, dus een mail bijvoorbeeld sturen en daar dan een bijlage bij geven. Als je klikt op e-mail, dat staat gelijk in een e-mailprogramma dat je kent, je Gmail of Outlook of zoiets. Heb je altijd de mogelijkheid om bij invoegen een bijlage in te voegen. En dan kan je een bijlage, die moet dan op je computer opgeslaan zijn natuurlijk. En dan moet die, ik ga die naap daar nu bij zetten. En zo kun je dat dan als bijlage doorsturen naar je patiënt. Wacht, wat zitten we hier? De heer, dus de patiënt. We kunnen dat blijkbaar zelf. Okay. Kunnen er betalingsherinneringen via SMS verstuurd worden? Goeie vraag. Ben ik er aan het denken, hè, als we hier in het financiële zijn? Kan je? Ik ga onze Bart van de Wallen een keer nemen. SMS. Kan. Noem je zo begin van hallo patiënt voornaam. U hebt een openstaand saldo. Dan kun je klikken bij behandelingen. En dan helemaal onderaan bij andere heb je totaal saldo. Openstaand van totaal saldo bij, hoe gaan we dat zeggen? Bij tandarts. En dan moeten we dan doen bij verstrekker, verstrekker voornaam, spatie, verstrekker naam. Ik heb nu al een spatie gemist. U hebt een openstaand saldo, misschien van. Dus ik moet echt met die parameters hier links dan beginnen spelen. Dus u hebt een openstaand saldo van zoveel euro bij tandarts Dendien. Gelieve dit zo snel. Oei, het geluid is weggevallen. Hebben nog mensen last dat ze mij niet meer horen? Test, test, 1, 2, 3, test. Oei. Dan heb je mij misschien op negeren gezet of zo. Ik ga dat niet persoonlijk proberen opnemen dan. Oké. En dus zo met die parameters. Beste parameter dat je hebt is bij behandelingen. Dus helemaal onderaan heb je dus totaal saldo. Saldo is hetgene dat nog open staat. Dus hebt u het openstaande tandartsverzekering. Bij die tandarts. En dan kunnen we dat erachter met een puntje zetten. Gelieve dit zo snel mogelijk in orde te brengen. Zoiets. Kijk, we hebben nog 32 lettertjes over. Via, je kunt zeggen zelfs via rekeningnummer. En dan zou je kunnen zeggen verstrekker. Rekeningnummer 1. Zo zou je kunnen doen. En dan kan je dat dan, als je wilt, dat sms'je opslaan als template. En dan gaan we die noemen betalingsherinnering. Dus dan kan je dat zo doen. Ik hoop dat dat wat duidelijk was voor de betalingsherinnering. Via sms. Ik heb nu al een paar vragen overgeslaan. Zou het kunnen dat Dentamin bij offertes bij terugbetaling van de prothese geen rekening houdt met het tandartsbezoek van het jaar voordien? Dat kan inderdaad. Dat is omdat op het moment dat je de offerte maakt, gaat hij eigenlijk niks via ITAR doen, gaat hij niks controleren. De vraag daaronder. Kan men delen van de planning overzetten naar de offerte? Ik vrees, ik ga nu zelf een keer moeten uittesten. Ik vrees dat de volledige planning in één keer is dat overgezet wordt. Ik ga eens proberen. Wacht, ik ga me even
in mijn planning zetten. Stel bijvoorbeeld dat ik alleen maar de eerste vier selecteer. Offerte test. Nee, het gaat niet. Het is de volledige planning die overgenomen wordt. Het geluid is weggevallen. Dat hebben we gedaan. Via e-health versturen. Of is dat een andere cursus? Op dit moment is e-health, de e-health box, op de demo-computer nog niet geïnstalleerd. Maar het komt eigenlijk wel neer op hetzelfde principe. Het enige verschil is, als je bij communicatie bent, wat er hier nu grijs staat, dat is het e-health box bericht. Als je daarop klikt, kom je eigenlijk in het e-mailscherm terecht. Met als enigste verschil dat er bovenaan wat er staat bij aan moet je geen e-mailadres invullen, maar het receive-nummer van uw ontvanger. En dan kun je klikken, ofwel kun je klikken op aan, en als het receive-nummer ingevuld is, gaat hij dan naar versturen naar 3111195700001. Maar gaat wel dezelfde brieven hebben. Voor hetzelfde geld zit die communicatie perfect hetzelfde. Ik ben het dan proberen regelen dat ik ook een e-health box op de demo-computer heb. Maar op dit moment kan ik dat nog niet verder doorsturen. We hebben hier dan. Als je een brief maakt en je slaat die op in de communicatie. Als je die dan wil versturen via mail of via e-health, moet je die dan altijd eerst opslaan op PC en dan invoegen als bijlage. Dat is zeker niet nodig. Stel bijvoorbeeld, ik heb hier een brief gemaakt, hier is dat bewijsstuk bijvoorbeeld. Als ik die nu wil versturen via e-mail of via e-mail, via e-health gaat het moeilijker zijn. Maar als ik deze nu wil zeggen van, ah, ik wil dit nu doorsturen naar mijn patiënt als een bijlage in een e-mail, kun je hier klikken op die knop. PDF-bijlage. En dan wordt er een mail gemaakt met die een brief in bijlage al direct. En dan zie je dat bewijsstuk staat hier in PDF erbij. En dan zou je bij bewijsstuk hetzelfde. Ah, Rx, is goed dat je dat zegt. Ik ben dat volledig vergeten uit te leggen hoe dat je Rx toevoegt. Ik ga dat zo doen. Zouden nu dus met die autotekst kunnen doen zeggen, offerte mail. En in plaats van in bijlage vindt u uw offerte, kunnen we dan zeggen, in bijlage vindt u uw bewijsstuk. En dan verzenden. Ik ga juist even de volgorde van de vragen aflopen. Ik ga dan alsjeblieft tonen dat je Ericsson toevoegt. Hè. Er zijn te weinig karakters om een hoffelijk bericht te sturen. Er is ons gemeld dat er twee sms'en verzonden worden. Dat is inderdaad niet zo. Het zit beperkt tot 160 karakters. Dat is het. Dat is het maximum dat is. Er is één sms maar die verzonden wordt, dat is 160 karakters. Het is inderdaad niet hoffelijk. Het is een sms, het is een kort bericht, 160 karakters. En die beknopte karakters moet je het beschrijven, jammer genoeg. Voor de Rx'en ga ik het nu tonen, want dat is wel een belangrijke eigenlijk. Ik ga eens kijken. Je hebt twee manieren om Rx'en te versturen. Je kunt ofwel vanuit. De vraag die ik krijg van die sms'en, dat is niet aanpasbaar. Nee, sorry. De sms'jes zijn 160 karakters, daar kan niks aan aangepast worden. Sorry daarvoor. Even de Rx'en toevoegen, dat je dat doet. Je hebt twee mogelijkheden. Oftewel, als je in je overzicht van je behandelingen zit, van je patiënten, en je bent verbonden met je Rx-pakket, je hebt hier al de foto's. Kan je ze gewoon selecteren door te slepen? Je hebt zo'n kadertje, je kunt er een paar selecteren of allemaal. Als je er maar een paar nodig hebt, is het makkelijker om te klikken en dan al degene dat je nog wilt op Ctrl te drukken. Dus dat is weer al die toets links onderaan. En daarmee kan je allemaal aparte kiezen.
En dan kunnen klikken op e-mail en worden ze verstuurd via e-mail. En dan zitten ze automatisch als bijlage bij de e-mail. Zo kan je dat doen. Tweede manier om dat te doen en dat is degene dat ik nu ga doen. Ik ga even sluiten. Nee. Stel, zoals daarnet, hè, dat bewijsstuk hadden we. Ik ga uw vraag in één keer beantwoorden ook. Je wilt dat bewijsstuk, ik ga dat dubbel klikken. Ik wil dat als PDF versturen en als bijlage nog een paar RX'en ook. Waarom niet, hè? Dus ik dubbelklik op bewijsstuk. Ik klik op omzetten naar een PDF-bijlage. Dat wordt erbij gezet. Je hebt hier nu links de beeldvorming. Je ziet dat hier staan, alle foto's. En hier is het net hetzelfde. Je kunt op ene klikken en dan al de rest dat je wilt, kun je Ctrl-klik doen. Ctrl, Ctrl-klik. En dan heb ik er nu vier. En als je zegt van oké, ik ben er nu content mee, kan je ze verschuiven naar rechts. Tot in uw mail zelf en dan zeggen ah, toevoegen als bijlage. En nu heb je dus die vier foto's die ik geselecteerd heb als bijlage bij mijn mail samen met het bewijsstuk. Met één klik alle RX, dan moet je hier links doen. Dat gaat niet. Dan moet je met twee kliks. Moet je de eerste selecteren en dan helemaal onderaan met shift-klik de laatste. En dan verschuiven. Nou, dat is graag gedaan. We gaan even doen. Dat is echt weinig. Ja. E-health, RX'en, halfbericht. Je kan de CM Medico formulier gewoon per mail doorsturen aan de mutualiteit. Ze moet dus niet afgeprint worden. En zitten de mailadressen van de mutualiteit er steeds in? De mailadressen van de mutualiteit zitten allemaal automatisch in Dentadmin. Als je dan een keer wilt verifiëren, wie, waar zijn mijn contacten? Ah, hier, bij contacten, mutualiteiten, alle gegevens van de mutualiteit. Dit is ook wat je effectief hebt in Dentadmin. Je ziet ook alle e-mailadressen van degene dat er zijn ingevuld, van degene dat we hebben allemaal. Die zijn allemaal ingevuld. Bij ons vermindert kwaliteit als je vanuit Dentamin een RX verstuurt. Dat is inderdaad zo. Dat is omdat die RX die je hier ziet bij het overzicht van de behandeling, die beeldvorming hier, dit is eigenlijk, dat staat niet in Dentamin. Dat is eigenlijk een soort Dentamin die een venster is naar uw radiografiepakket. Dus die foto wordt eigenlijk, Dentamin bekijkt die in uw radiografiepakket en als die verstuurd moet worden, haalt die die uit uw radiografiepakket, wordt die een beetje omgezet naar een bestand dat per mail kan doorverstuurd worden. En dan zit er inderdaad kwaliteitsverlies op, omdat dat anders veel te grote bestanden zijn om via mail door te sturen. Zeker als je dat gaat versturen in een e-healthbox van iemand anders, want de e-healthbox die je gekregen hebt van de overheid is een massale grootte van 10 megabyte. Wat echt niet zo heel veel is. Dat zijn, als je daar een keer 5 mails met wat veel foto's in krijgt, zit die mailbox al vol. Ik koppel alles meteen aan een patiënt, dan komt dat toch meteen voor eens en altijd in de communicatie terecht. Dan, inderdaad, dan moet je dat wel laten staan bij bewaarde berichten. Klopt inderdaad. Als je dat koppelt aan een patiënt, dan wordt dat eigenlijk uit de e-healthbox van de overheid gehaald en wordt hij lokaal opgeslagen in uw Dentamin. Dat is ook om uw plaats uit te sparen in die mailbox. En dan gaat die mailbox inderdaad nooit vol geraken, omdat die mailtjes dan in Dentamin bewaard worden. Maar inderdaad, verwijder ze nooit uit, als je klikt op e-healthbox, dat onderste stuk bewaarde berichten. Als je daar op een bericht klikt en je zou klikken op wissen, wordt hij ook in de patiëntfiche gewist. Want dat verwijst, dat is eigenlijk een en dezelfde mail die daar staat. En dat raakt dan nooit vol. Uw Dentamin database kan veel meer aan dan de database, de mailbox van de overheid. Ik wens jullie allemaal een fijn weekend. En ik ga de TeamViewer sessie afsluiten en ook het telefoon toeleggen.
En wij horen elkaar misschien volgende week of een volgende keer. En anders zal het aan telefoon zijn. Oké. Dag iedereen.